In 1648 eindigde de Nederlandse opstand. Maar dat betekent niet dat dat ook het einde is van deze historische context. Want we moeten nog naar een aantal zaken gaan kijken die tijdens die Nederlandse opstand spelen. En een van de meest opvallende zaken is het feit dat ondanks die 80-jarige oorlog, of misschien wel dankzij, dat zullen we in deze video ook gaan zien, de Republiek in een soort gouden eeuw terechtkomt. Nou ja, hoe kan dat? Wat zit erachter? En dan gaan we eerst eens vooral kijken naar de economie. En dan komt in de volgende video komt de cultuur aan bod. Oké, maar wat we dus zien is dat de opstand in de noordelijke Nederlanden samenviel met de periode van economische groei. En die noemen we ook wel de Gouden Eeuw. En we zien een opbloei in die republiek van zowel de landbouw als de handel als de nijverheid. En dan bij die nijverheid één tak in het bijzonder, namelijk de scheepsbouw. Eerst eens even kijken naar die landbouw. En dat heeft eigenlijk ook meteen wel met de handel te maken. Want wat we al zien vanaf de 15e eeuw, dus al ver voor eigenlijk die hele Nederlandse opstand, als die Nederlanden nog in handen moeten komen van Karel de Vijfde zelfs, dan zijn Hollandse handelaren al bezig met de zogenaamde moedernegotie, de moederhandel. De handel waar alle andere handel van afhankelijk is. En in dit geval is dat voor de Republiek de import van goedkoop graan uit het Oostzeegebied. Graan is een landbouwproduct. Sterker nog, het is het belangrijkste landbouwproduct, want het is de basis eigenlijk van het volksvoedsel in die 15e, 16e en 17e eeuw. En in Holland is er een probleem, want daar is de bodem heel erg nat, waardoor daar eigenlijk nauwelijks graan kan groeien. En Hollandse boeren kunnen dan ook niet genoeg graan verbouwen om de Hollandse bevolking te voeden. Ja, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je dus vertrekken uit een gebied, of je kunt op zoek naar een alternatief. En dat vinden ze in het oosten van Europa en in het noorden van Europa, rondom de Oostzee. Daar groeit namelijk heel veel graan en er wonen relatief weinig mensen. Oftewel, daar kun je heel goedkoop graan vandaan gaan halen. Nou ja, en na wat oorlogen die de Hollandse handelaren moeten voeren met de Hanzesteden in dat gebied, kunnen die Hollanders de graanhandel overnemen. En die Hollandse graanhandel, dat is dus eigenlijk de eerste handel die de Hollanders gaan voeren en daarom dus de moedernegotie, de basis van de rest van de handel. Maar goed, we gaan nu verder over die landbouw hebben, want wat doen die Hollandse boeren dan? Nou, die Hollandse boeren die hebben sowieso zelf de keuze om wat te gaan doen, want als iets opvalt in Holland, in tegenstelling tot veel andere gebieden in Europa in die tijd, is het zo dat de adel eigenlijk weinig macht had in de landbouw. De adel was nauwelijks aanwezig op dat platteland, er waren heel veel vrije boeren met hun eigen stukje grond. En die konden dus ook zelf beslissen wat ze op die grond wilden verbouwen en hoe ze dat wilden gaan doen. En daarom stonden ze dus ook meer open voor vernieuwing en voor dingen uitproberen, want ze hoefden hun oogst toch niet af te geven aan een edelman. Ja, en die twee zaken, die moedernegotie en die vrije boeren, die zorgen er in Hollandse landbouw voor dat er twee zaken ontstaan. Namelijk specialisatie, het produceren van één of enkele producten en dus niet proberen alles te produceren. Maar nee, wij gaan ons helemaal richten op bijvoorbeeld het verbouwen van hennep of van lijnzaad. Of wij gaan alleen maar koeien houden, zodat we daar melk van kunnen maken waar we weer kaas mee kunnen maken. En het andere wat ze dan gaan doen, want je kunt natuurlijk niet alleen leven van lijnzaad of van kaas. Nee, ze gaan die producten niet voor zichzelf verbouwen, maar die boeren gaan commercialiseren. Ze gaan producten verbouwen voor de verkoop in plaats van voor eigen gebruik. En die Hollandse landbouw die ontwikkelt zich dan ook razendsnel in die 15e en die 16e eeuw. Veel sneller ook dan in veel gebieden in de rest van Europa. En de handel en de nijverheid die kunnen daar ook weer van profiteren. Waar profiteren die van? Nou ja, van die moedernegotie. Want dat zorgt ervoor dat er eigenlijk de basis wordt gelegd voor een internationaal handelsnetwerk. Dat je daar ook rechts op dat kaartje ziet staan. Ze beginnen dus met die graanhandel in het Oostzeegebied. Later wordt er ook hout uit dat Oostzeegebied gehaald. Maar ze halen zoveel graan dat ze dat ook weer naar andere gebieden kunnen doorvoeren. En dan kunnen ze daar ook weer producten vandaan halen. En zo ontstaat langzamerhand een handelsnetwerk met Holland dus als centrum. En daarnaast profiteren die handel en die nijverheid ook van die commercialisering en die specialisatie in die landbouw. Want dat zorgt ervoor dat er weer nieuwe handelsproducten zijn die ook weer verhandeld kunnen worden met andere gebieden in Europa. En dit vindt dus al plaats voor die hele Nederlandse opstand. Dat gaat verder tijdens die hele Nederlandse opstand. Maar tijdens die opstand vindt er ook één gebeurtenis plaats, die we al eerder hebben gezien, die van levensbelang is eigenlijk voor de economische ontwikkeling van de Republiek. Of eigenlijk dan nog van de Noordelijke Nederlanden, want het is in 1585, 3 jaar voor de oprichting van de Republiek. En dat is het moment waarop Antwerpen weer in Spaanse handen valt. Antwerpen stond aan de kant van de opstand, maar Antwerpen wordt terugveroverd door de Spanjaarden en die zijn daar blij mee, want Antwerpen is op dat moment de belangrijkste handelsstad van Noord-Europa. Echt een centrum van de wereldhandel met een hartstikke grote haven. En ja, daar balen die opstandelingen natuurlijk wel van, dat ze die belangrijke rijke stad kwijt zijn.
Maar wat doen ze? Ze besluiten om de haven van Antwerpen te blokkeren. Daar kom je alleen maar via de rivier de Schelde, via de Westerschelde en dan de rivier de Schelde. En nou is het toevallig zo dat die Schelde uiteindelijk uitmondt in een gebied dat in handen is van de opstandelingen. Dus wat doen zij? Ze sluiten die Schelde af en er kan geen schip meer de Antwerpse haven in of uit. En zo proberen zij de Spanjaarden dwars te zitten, zodat ze zo min mogelijk hebben aan Antwerpen. En dat zal ook blijken in de jaren daarna. Want dan zie je dus dat er heel veel minder handel is in Antwerpen en dat heel veel handwerklieden en dus ook handelaren vertrekken uit Antwerpen en die gaan naar een plek waar ze wel goed kunnen handelen. Ze komen naar Holland en Zeeland. Deels omdat ze daar dan verder kunnen werken, er is minder handel in Antwerpen. Deels ook omdat ze bijvoorbeeld Calvinistisch zijn of gewoon niet onder die Spanjaarden willen leven. Maar dit is een hele belangrijke impuls voor die economie van de noordelijke Nederlanden. En het centrum van de wereldhandel verplaatst zich dan ook van Antwerpen langzamerhand steeds meer naar Amsterdam. Een Hollandse havenstad die toch al aan het opkomen was, maar door die komst van die immigranten en door het feit dat die Antwerpse haven nu dicht is gevallen, echt kan uitgroeien tot het nieuwe centrum van de wereldhandel. En hier gebruik ik expres ook al het woordje wereldhandel, want tot nu toe hebben we het vooral gehad over Europese handel. Maar dit is ook de tijd van de Europese expansie en van de opkomst van de wereldeconomie. En daar gaat de Republiek ook aan deelnemen. In 1602 wordt op initiatief van de Staten-Generaal de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC, opgericht. En dat heeft dus alles te maken met wat je daar rechts ook op dat kaartje ziet. De Europese expansie die zo vanaf 1500 heeft plaatsgevonden en waar vanaf 1600 steeds meer Europese landen aan deel gaan nemen. En wat is dat dan, die VOC? Nou ja, er waren dus al verschillende Nederlandse bedrijven geweest, verschillende handelscompagnieën, die hadden geprobeerd om Azië te bereiken, om daar allerlei luxe producten zoals specerijen te gaan halen. En dat was ze ook gelukt, maar dat zorgde er wel voor dat die Nederlandse bedrijven elkaar kapot aan het concurreren waren. En daarom nam de Staten-Generaal het initiatief om die bedrijven samen te voegen in één compagnie, de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. En dat Oost-Indisch slaat dus op het gebied waar ze naartoe gaan, naar Azië. En het Verenigd slaat er dus op dat ze allemaal samen worden gevoegd, die losse handelscompagnieën. En die VOC groeit uit tot het grootste bedrijf van de wereld in die tijd. En dat is een speciaal bedrijf, want aan de ene kant is het dus een bedrijf en heeft het te maken met economie. Zo krijgt het het monopolie op de Nederlandse handel met Azië. En eigenlijk het hele gebied dat je daar binnen die groene ovaal ziet, dat wordt een beetje het handelsgebied van die VOC. Dus er hoort ook die oostkust van Afrika bijvoorbeeld bij. Nou, wat halen die handelaren van die VOC dan allemaal uit Azië, uit dat gebied? De belangrijkste producten van de VOC waren specerijen, allerlei dure kruiden waar heel veel vraag naar was in Europa. Zijde die uit China bijvoorbeeld kwam. En porselein dat ook uit China kwam. Want die VOC ging ook deelnemen aan de handel die er toch al plaatsvond in Azië. En zo kregen ze nog meer producten. En die VOC was eigenlijk het eerste bedrijf wat met aandelen ging werken. Het kon groeien, het kreeg nieuw geld binnen doordat het aandelen uitgaf. En dat was echt een uniek iets voor die tijd. Wat ook uniek was, was dat dit bedrijf niet alleen een handelsbedrijf was, een handelscompagnie was, maar dat het ook bestuurlijke, politieke macht kreeg. Want die Staten-Generaal die zei ook van, ja, jullie zitten daar als VOC ver weg in, aan de andere kant van de wereld en jullie hebben er beter zicht op. Dus jullie krijgen ook het bestuur in handen over die overzeese handelsposten die je hebt gesticht en over de koloniën die je daar hebt gesticht. En dat betekent dus ook dat jullie zelf verdragen mogen afsluiten met bijvoorbeeld Indische vorsten of met de Chinese keizer of met Japanse vertegenwoordigers. En dat doe je dus helemaal op eigen houtje, daar hoef je geen overleg over te voeren met die Staten-Generaal. En dat betekent dus ook dat die VOC een eigen leger kreeg om natuurlijk die handelsposten en om de schepen te beschermen. Ja, langzamerhand bouwt die VOC daar in Oost-Azië een heel netwerk op. En dat zorgt er ook voor dat er een goed bestuurscentrum moet komen. In eerste instantie is dat op Bantam, maar dat wordt al heel snel verplaatst in het jaar 1619 naar de plaats Batavia, tegenwoordige Jakarta, op het Indonesische eiland Java. En de gouverneur-generaal van de VOC, Jan Pieterszoon Koen, die is daar verantwoordelijk voor. En zo krijgt die VOC echt een belangrijke plek in die opkomende wereldeconomie.